Welkom bij het Rijnmond Nieuws van donderdag 28 februari. Vandaag brengen we u natuurlijk het nieuws en de nasleep rondom de brand in een van de drie bekende torens hier op het Marconiplein in Rotterdam. Hier aan de Galvaniestraat in Rotterdam is vanavond de brand ontstaan op de 8e etage in een keuken. De sprinklerinstallatie is aangesprongen, dus de brand was vrij snel onder controle. Maar er is wel een waterlekkage ontstaan, het water is naar beneden gelopen. Heeft een aantal elektra-installaties aangetast. En dat maakt dat we nu het hele pand ontruimen. Dat was gisteravond en uiteindelijk zal er ruim 20.000 liter water door het pand naar beneden stromen. Waardoor onder andere liften onbruikbaar raakten en er waterschade ontstond in sommige appartementen. Het hele pand werd ontruimd waarbij alle 250 mensen werden opgevangen in een nabijgelegen sportcentrum. We zochten ze daar vanochtend even op. We kwamen hier rond 1 uur 's nachts aan en toen moesten we hier gewoon lekker slapen. Maar was het ook lekker slapen? Nou, nee. Ja, we konden ook gewoon letterlijk nergens heen. Dus het werd gewoon dit stretchertje en een IKEA-dekentje voor ons. Nou, heb jij de mazzel dat je uit Nederland komt. Maar dit zijn heel veel buitenlandse studenten. Ja, die zijn toch echt de klos? Ja, hier zijn ongeveer 60 mensen nog. En er zijn 3 Nederlanders. Maar dus die mensen hebben gewoon allemaal pech. Die moeten hier gewoon echt de hele dag niks doen. Dus ja. En hoe reageren die? Na het nieuws van net dat we hier nog langer moeten blijven, die waren niet blij. Want ja, iedereen heeft zijn werk en stage en niemand kan mensen bereiken. Leeg telefoons zijn er, dus het is echt even een beetje paniek. Vanochtend mochten wat mensen persoonlijke spullen ophalen, zoals laptops, paspoorten, opladers en telefoons. Yannick woont op de 6e verdieping en zat in zijn woonkamer toen hij iets geks hoorde. Ik hoorde op een gegeven moment een paar druppels en ik dacht eerst dat het eigenlijk om mijn kraan ging. Dat was het niet. En toen hoorde ik het uit mijn kast komen. Dus die deed ik open en ik zag al vanaf de bovenkant waar de leidingen uitkwamen, zag ik allemaal water naar beneden druppen. En daarna ook in mijn meterkast. En eigenlijk pas toen ik mijn deur open deed, hoorde ik het alarm op de gang afgaan van evacuate the building en please leave, et cetera. Toen ben ik eigenlijk eerst nog even de buren gaan waarschuwen, want die hadden het ook niet gehoord. Dat was ook best wel kwalijk. En toen ben ik nog maar even snel wat spullen gaan pakken en toen ben ik naar beneden gegaan. Ja, tassen, een andere trui. Ja, dat is wel beter inderdaad. Ja, dus ik ben weer klaar voor vandaag, weer blij. Ja, dus, nog blijer dan daarnet. Nou ja, net was niet zo heel blij, maar nu is het wel lekker. Laptop is weer, autosleutels, dus dan ben je weer wat vrijer. Dus je gaat aan het werk. Ik ga weer lekker aan het werk inderdaad, ja. Dus ik heb er zin in. En jullie? Ik heb vooral kleren voor de komende dagen en spullen om morgen te kunnen werken. Ja, ik ook. Werkkleding bij me en kleding voor de komende dagen. En we zien het wel. Hey, en hoe lang mochten jullie naar binnen? Ik denk dat we 10 minuutjes binnen waren of zo. Maximaal, je kreeg wel gewoon de tijd hoor, moet ik zeggen. Dus lijkt ook, de liften doen het ook gewoon. Dus het gaat wel goed binnen, lijkt het. Hoe ziet het er verder uit? Ja, eigenlijk gewoon heel normaal. De lichten branden en eigenlijk alsof er niks gebeurd is. De vraag is nu, hoe staat het ervoor? Wat is de schade? En wanneer kunnen de bewoners terug naar huis? De woningen zien er technisch gesproken goed uit. Geen bouwkundige problemen, dat is allemaal niet aan de orde. Wat er wel aan de orde is, dat zijn laminaatvloeren, wat karpetjes die beschadigd zijn en dat soort dingen. Van de persoonlijke spullen die in de woningen aanwezig zijn, is eigenlijk geen schade. Maar dan zou het morgen zeker goed komen? De inzet was al om proberen vandaag een heel eind te komen. En ik ga ervan uit dat we toch proberen het weekend de zaak helemaal op orde te hebben. Inmiddels is duidelijk dat de eerste bewoners op vrijdagochtend terug kunnen keren naar huis.